Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Het trekt bewolking over ons land, maar die bewolking is niet zo dik dat er ook neerslag uitvalt. Op de meeste plaatsen is het droog, alleen op de Noordzee trekken wat buien voorbij. Maar met een oost- tot noordoostenwind halen die ons land niet. De temperaturen liggen vanochtend rond de graad of 5, daar komt misschien wat bij vanmiddag met temperaturen die uiteindelijk uitkomen op een graad of 6. Hier en daar een spatje regen in het zuiden, vooral later in de middag neemt de kans daarop wel toe. En de wind die waait matig tot vrij krachtig, in het noorden van het land zelfs krachtig, windkracht 4 tot 6. Kille dag en kille avond met vanavond van het zuiden uit op steeds meer plaatsen wat regen. De meest intensieve neerslag begint in de nacht te vallen en valt morgen overdag. Met periode regent het stevig door. Het wordt aan het eind van de dag morgen een graad of 10. En de wind draait in de middag naar het westen en neemt dan toe. Langs de kust kan het zelfs stormachtig gaan waaien met windkracht 8. En we moeten rekening houden met zware windstoten. Vanaf woensdag is het een stuk rustiger en ook vaak op de meeste plaatsen droog met veel hogere temperaturen. Het kwik komt ruim boven de 10 graden uit. Donderdag wordt waarschijnlijk de warmste dag met plaatselijk zelfs 15 graden op de thermometers. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.